Agnes. Een val van de trap, een auto-ongeluk, een buikoperatie. Soms begint Agnes met een lelijke opdater in de buikstreek. Maar meestal ontstaat deze intense buikpijn opeens. Ja, daar ben ik dan. Mijn lieve man Roderick, die gaat namelijk mijn begeleidster Karin Groenendijk interviewen over mijn Agnes. Dus ik hoop dat jullie daar wat van op kunnen steken. En ik wens jullie dan ook bij deze heel veel kijkplezier bij deze interview. Goedemiddag. Hallo. Wie ben je? Stel je netjes voor. Ik ben Karin Groenendijk en ik ben de begeleider van Karin. Oké. Wat voor werk doe je en waarom doe je dat? Ik ben persoonlijk ambulant begeleider. Dat betekent dat ik mensen help die zelfstandig wonen. Dat kan van alles zijn eigenlijk, met alle dingen die ze in hun leven tegenkomen. Help ik hun een beetje. Ja. Ik vind het super belangrijk dat mensen zelf hun beslissingen mogen maken. Mm-hmm. Dus ik zal altijd daarnaar vragen van wat vind je zelf en wat heb je daar zelf wel over nagedacht. En dat is ook de reden waarom ik dit werk doe. Okay. Om eigenlijk mensen een beetje een zetje te geven in de goede richting. Oké. Okay. En wat heeft jou gemotiveerd om dit werk te gaan doen? Oei, dat is lang geleden. Oké. Ja. Wil je erover praten? Of liever niet? Ja, nee, natuurlijk. De reden waarom ik dit werk ben gaan doen, is omdat mijn moeder werkte ook in de zorg. Okay. Ze kwam eigenlijk al als klein meisje in aanraking met mensen met een beperking. Mm-hmm. En beperkingen hebben natuurlijk in heel veel maten. En ik wist eigenlijk al gelijk, ja, dit is mijn werk. Oké. Okay. Nou, helemaal positief. Je vond je er ook happy bij? Zeker. Dat is helemaal. Dan gaan we even een moeilijke vraag over. Kom maar op. Was jij bekend met Agnes voordat je hier bij Karin kwam? Nee. Nee. Okay. Ik had er nog nooit van gehoord. Heb je hier moeten inlezen in deze situatie? Ja. Okay. En daar heeft Karin zelf de informatie voor geleverd. En vond je dat makkelijk te begrijpen of was het complex voor je? Karin had al een hele hoop sites gevonden waarin dingen ook duidelijk werden uitgelegd. Zijn er dingen die ik je nog zou moeten vertellen? Over Agnes? Ja. Of Karin? Nou, kijk, ik ben geen dokter. En ik denk dat ik wel van Karin hoor wat nodig is. Okay. En wat ze erover wil vertellen natuurlijk. Ja, helemaal goed. Hoe ga je om met deze situatie? Is dat lastig voor jou? Nou, voor mij persoonlijk niet. Ik vind het natuurlijk wel jammer, maar heel begrijpelijk, dat Karin eigenlijk heel lang niet door kan gaan met haar doelen en met haar leven. Want als zij heel erg veel pijn heeft, dan valt alles om. Ja. Dan kunnen andere dingen niet. Ja, okay. Nee, het is eigenlijk voor mij niet lastig, maar wel ik vind het wel fijn dat ik haar ook hierbij een beetje kan ondersteunen. Oké. Okay. Wat zou je nog meer kunnen doen voor haar, voor ondersteuning, wat betreft Agnes, voor Karin in dit geval? Als ik meer kan doen, dan hoor ik dat wel van haar. Wat zijn de lessen die hieruit geleerd kunnen worden? Nou, wat ik me wel altijd al beseft heb, is dat ik alleen Karin kan voelen hoe zij zich voelt, zeg maar. En dat wist ik al. En ik wist ook al dat als je pijn hebt of ongenoegen, dat je leven blokkeert. Dus nee, ik denk niet dat ik daar iets extra's in heb geleerd. Je had alles al, zeg maar, geleerd wat er te leren valt. Nou, er zijn heel veel dingen die ik niet weet, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat ik wel voldoende kennis heb om Karin daarin te ondersteunen. Okay. Uit historisch opgebouwde werkervaring, zeg maar. Ja, en ook een beetje gevoel, denk ik. Ja.
Deel je informatie binnen het team? Wordt er overlegd? Ja, wij overleggen dingen met elkaar. Vooral ik en Debbie overleggen met elkaar over Karin. Debbie en ik spreken elkaar ongeveer één keer in de week. En dan is het ook altijd even rondje Karin. Van wat is ze aan het uitspoken? Hoe is het met haar? Maken we ons zorgen? Zijn er dingen die we anders moeten doen? Zijn er dingen die even door moeten lopen, die belangrijk zijn, die niet kunnen wachten? Oké. Okay. Zijn er dingen die je hebt geleerd met betrekking tot dit ziektebeeld? Ja, want ik ken het niet. Okay. Wat vind je van hoe Karin zich houdt in deze situatie? Ik vind het heel erg knap dat Karin zo goed voor zichzelf zorgt. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik me daar in het verleden eerder wel zorgen om heb gemaakt. En altijd wel iets is wat ik graag in de gaten hou. Of ze goed voor zichzelf zorgt. Of ze genoeg drinkt en eet en medicatie neemt. En naar een dokter gaat wanneer dat nodig is. Of naar een tandarts. Maar met deze situatie zorgt zij heel erg goed voor zichzelf. En ook met ondersteuning van haar man. En dat kan ik ook heel erg waarderen. Okay. Wat zou je Karin nog kunnen meegeven als advies om door te gaan met deze situatie? Wat zou ze kunnen doen? Ja, wat ik altijd tegen haar zeg. Luister goed naar je lichaam. Doe voorzichtig, doe rustig aan. Ja, en ook, maar dat doet Karin eigenlijk altijd al automatisch. Dat hoef ik haar niet te vertellen. Is zorg dat je met duidelijke informatie weggaat uit het ziekenhuis. Helemaal goed. Heb je zelf nog iets toe te voegen of te vertellen? Als ik aan andere mensen kan vertellen van wat ze daarvan kunnen leren van Karin, is dat je, als er iets met je aan de hand is, dat je dat heel goed duidelijk moet maken. Omdat ik zie dat wel eens bij andere cliënten, dat dat heel erg lastig is. Dat ze heel erg slecht kunnen uitleggen, wat voelen ze nou? En dan staan ze eigenlijk na allerlei ziekenhuisbezoeken weer buiten, zo van, ja, er is weer niks gevonden. Heb je er zelf nog dingen toe te voegen of te vertellen? Ja, als ik zie hoe Karin hiermee omgegaan is, denk ik dat het een voorbeeld is voor heel veel mensen met een licht verstandelijke beperking of zonder beperking, is dat je dus echt heel erg goed voor jezelf op moet komen en ook moet vragen wanneer het onduidelijk is. Dat zie ik heel erg veel in mijn werk. Dat cliënten die niet zo goed kunnen uitleggen waar precies de pijn zit, dat ze dan dus weer buiten staan met een idee van ik voel me niet begrepen, ik heb nog steeds dezelfde klachten en ik weet niet meer wat ik moet. Ja. Dus misschien dat Karin daar ook nog wel wat tips voor heeft voor anderen hoe ze dat zo goed kan doen. Oké. Nou, dankjewel voor het interview en graag tot de volgende keer. Bedankt. Ja, nou, dat was dus de interview met mijn begeleidster Karin. Hoe zij het ervaart over mijn Agnes. En ik hoop dat jullie er weer wat van op hebben gestoken. Hebben jullie nog vragen? Ik zou zeggen, laat het hier beneden onderin even weten in de reacties. En laat dan even gelijk een duimpje achter. Ben jij nog niet geabonneerd? Doe dat dan ook eventjes. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot de volgende keer.